Welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. In deze video vertel ik u wat meer over het navigatiesysteem in een auto met MBUX, het Mercedes-Benz User Experience Systeem, en over de functie Augmented Reality. Beide functies zijn optioneel. De meeste auto's zullen in Nederland wel voorzien zijn van het navigatiesysteem. Sommige zullen ook Augmented Reality hebben. Het navigatiesysteem in MBUX werkt vanaf een harde schijf en is daardoor zeer snel. En het is zeer belangrijk om de auto te koppelen aan een werkende Mercedes Me-account om bepaalde functies in dit systeem werkend te krijgen. Meer over het koppelen met een Mercedes Me-account kunt u vinden in een van onze andere instructievideo's. Op het moment dat de auto gekoppeld is aan een Mercedes Me-account en de diensten zijn allemaal actief, dan kunt u 3 jaar lang gebruik maken van live traffic information. Dat zijn filemeldingen en allerlei andere verkeersopstoppingen. Dus de informatie die van TomTom komt, 3 jaar lang. En u krijgt 3 jaar lang updates van de kaart van Europa. Een van de highlights van dit systeem is dat de kaart van de regio waarin u zich bevindt, in Nederland is dat de Benelux, via de lucht wordt geüpdate. Dus iedere keer als er een update beschikbaar komt voor de Benelux, dan krijgt u die automatisch via de lucht. Voorwaarde is wel dat de auto bij aflevering voorzien is van een nieuwe kaart, zodat de update zou kunnen starten. Meer informatie hierover kunt u bij uw dealer krijgen. Hoe voert u een adres in? Dat is natuurlijk het belangrijkste bij een navigatiesysteem. U kunt dat doen met de hand. U kunt naar waarheen. Oh, ik zal u eerst even laten zien hoe u überhaupt bij de navigatie komt. Als u in het hoofdmenu komt, dan ziet u hier navigatie. Daar kunt u op drukken via de touchpad die in het midden zit, of via de buttons op het stuurwiel. Of u kunt gebruik maken van de knop in het midden. Nou, teruggekomen bij het navigatiesysteem. Hoe kunt u een adres invoeren? Hieronder ziet u waarheen, daar kunt u naartoe. En dan kunt u vervolgens een adres intypen. Bijvoorbeeld de straatnaam. En de plaatsnaam met een spatie ertussen. Nou, in dit geval krijg ik wat suggesties aan de rechterzijde. Het adres is gevonden. U ziet dan links een kaartje met het gebied rondom de bestemming. Als ik op die grote blauwe knop druk, gaat hij gelijk navigeren. En u ziet hier ook de aankomsttijd en de afstand die u moet rijden. Stel nou dat dit het huisadres is, dat dit uw eigen huisadres is wat u net heeft ingetypt, dan kunt u ook nog via dit sterretje het adres opslaan als thuisadres. Dus dan heeft u ook gelijk gezien hoe dat werkt. Nou, als ik wil navigeren, druk ik op die grote knop. De route wordt berekend. Verderop rechts afslaan. Nou, u hoort nu gesproken rijaanwijzingen. U kunt deze rijaanwijzingen, het volume in ieder geval daarvan, verlagen op het moment dat u de rijaanwijzing hoort door aan de knop op het stuur te draaien, volumeknop, of door op de knop te drukken kunt u de rijaanwijzing helemaal uitzetten. U kunt dat ook doen met de knop in de middenconsole, ook de volumeknop. Er is ook een menu, als u even naar beneden swipet zoals dat heet, dan ziet u daar dat menu verschijnen en dan kunt u daar ook de aanwijzingen aan of uitzetten. Verderop rechts afslaan. Hier ziet u ook gelijk hoe u de route kan stoppen. Dat doen we even op deze manier. Dus op deze manier heeft u gezien hoe makkelijk het is om een adres in te typen via het touchscreen van MBUX. Een van de highlights van MBUX is natuurlijk ook het spraaksysteem. Meer daarover vindt u ook in een andere video over de bediening van MBUX. Maar voor de navigatie is dat met name erg handig. U kunt het spraaksysteem bij een MBUX auto activeren door te zeggen hallo Mercedes of hey Mercedes. Ik zeg het een beetje zachtjes nu. U kunt het spraaksysteem ook activeren door de knop op het stuur naar boven te drukken. Beide werkt. En u kunt eigenlijk tegen de auto praten alsof u tegen een chauffeur praat. Ik zal het 1 keer demonstreren. Hey Mercedes, navigeer naar Lakenblekerstraat 5 Aalsmeer. Kies alsjeblieft een item. Ik bereken de route. Nou, ze twijfelt even omdat ik nu al op dit adres aanwezig ben. Maar normaal gesproken gaat ze gelijk navigeren. Dus je ziet dat het heel makkelijk is om via spraak in 1 keer te roepen wat u wilt. U kunt dus ook zeggen eerst hey Mercedes, wachten op haar antwoord en dan het adres noemen. Maar in principe kunt u gewoon in 1 keer het adres roepen. Om makkelijk uw huis te kunnen vinden, als u het heeft opgeslagen als thuislocatie, kunt u roepen hey Mercedes, ik wil naar huis. Ik bereken de route.
Rij naar de getoonde route alstublieft en daarna meteen rechts afslaan. Uiteraard kunt u ook variëren. U kunt zeggen, hey Mercedes, ga naar huis. Zeg het maar alstublieft. Hey Mercedes, thuis. Hey Mercedes, naar huis. U kunt er van alles van maken. Maar op deze manier, via spraak, werkt het eigenlijk het makkelijkst. Nou, wat zien we allemaal in beeld? U ziet hier een knop aan de rechterzijde. Daarmee kunt u heel makkelijk de kaartoriëntatie wijzigen naar 2D bijvoorbeeld of 2D naar het noorden gericht. U kunt hem ook op 3D zetten, dan kunt u iets verder vooruit kijken. Als u naar boven swipet, zoals dat zo mooi heet, of in dit geval naar links, kunt u op de kaart inzoomen en uitzoomen. Dat doe ik hetzelfde als u op uw tablet of uw telefoon, als u wil inzoomen op een foto bijvoorbeeld. Daarmee kunt u inzoomen op de kaart en u kunt ook op deze manier kunt u over de kaart heen scrollen, zoals het heet. Moeten we wel even drukken. Dus op die manier kunt u zoeken op de kaart. Als u een stukje uitzoomt, dan ziet u ook nu dat live traffic information is actief. En u kunt dus de files in de gaten houden door middel van kleurtjes rond de wegen. Alles wat groen is, is goed. Rood betekent stilstaand verkeer. Geel en oranje zijn vertragingen. En u ziet bijvoorbeeld ook wegopbrekingen of wegen die zijn afgesloten. Dus dat werkt allemaal heel mooi. U ziet hier ook nog een knop, een P'tje, dat wil zeggen parkeerplaatsen. Dan kunt u zien als u daarop drukt waar beschikbare parkeerplaatsen in de buurt zijn. Als u op het pijltje drukt, dan komt u weer terug bij de normale weergave. Het pijltje bedoel ik dan dit pijltje mee. Het is wel even handig om nog even wat instellingen te laten zien. Als u hieronder naar instelling gaat, dan kunt u met deze schuifjes bepalen wat op de kaart weergegeven wordt. Dus bijvoorbeeld live traffic is verkeer. Als u dat uitzet, ziet u de filemeldingen niet meer. Dus die groene lijntjes. Parkeren zijn de parkeerplaatsen. En snelweginformatie is informatie over de naam van de wegen, van de snelwegen. Maar gaat u nou naar aanvullend, dan zijn er wel een paar belangrijke instelmogelijkheden. Kaartoriëntatie. Daarmee bepaalt u of de kaart wel of niet automatisch inzoomt als u bijvoorbeeld in een gestedelijk gebied komt, zodat u meer details ziet en uitzoomt als u op de snelweg rijdt. En u kunt kiezen voor de weergave die u ook met die button op het scherm kunt bedienen. Ook handig om te laten zien is dat er ook een weergave combi-instrument staat. Dat wil zeggen dat, daar ga ik nu niet te veel over vertellen, maar bij de meeste auto's heeft u aan de linkerkant een groot scherm. Als u dan naar het menu gaat, kunt u naar navigatie. Dan ziet u hier, als u zou navigeren, de navigatieaanwijzingen, dus een pijltje en het aantal meters tot de bocht bijvoorbeeld. En de rijstroken. Als u naar beneden gaat, kunt u zelfs een kaart in beeld krijgen. En de kaartoriëntatie van dit deel, van dit scherm, kunt u dus hier bepalen. Dat was eventjes om te laten zien. Aanvullende instellingen, kaartoriëntatie en dan naar beneden. Dus hiermee kunt u bepalen dat ook deze kaart in 3D wordt weergegeven. In sommige auto's, niet allemaal, maar bijvoorbeeld auto's die augmented reality hebben, kunt u nog een stapje naar beneden en dan kunt u zelfs een volledige kaartweergave krijgen. Wat natuurlijk ideaal is. Nou, er zijn ook nog auto's met een head-up display en dan kunt u kaartinformatie zien geprojecteerd in het raam. Maar dat wordt besproken in een andere video. Terugkomend op het grote scherm. Ik zal niet alles laten zien, maar even wat highlights. Hieronder kunt u zien welke kaartversie u heeft. En we gaan nu eventjes over naar de functie Augmented Reality. Augmented Reality is een optie. Dat wil zeggen, als u die optie heeft, dan zit er achter de spiegel, ongeveer hier, een dashcam verstopt. Die ziet u alleen van de buitenkant. En die dashcam beelden worden weergegeven op het grote scherm in het midden en ondersteunen uw navigatiesysteem. U kunt bijvoorbeeld bij bochten, gaat de camera aan en dan kunt u zien exact in welke straat u moet welke straat u in moet. Of bij stoplichten kan u bijvoorbeeld de stoplichten weergeven, zodat u minder hoeft te bukken. Augmented Reality kunt u een aantal dingen aan- en uitzetten. U kunt straatnamen en huisnummers aanzetten. Dat betekent als u als het camerabeeld aangaat, dan ziet u bijvoorbeeld bij uw bestemming ziet u de huisnummers geprojecteerd over de huizen, zodat u makkelijker kunt zien welk nummer u moet zijn. En u kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen dat automatisch de camera aangaat als u bij een stoplicht komt. Ik zal u eventjes straks wat beelden laten zien waarop dat duidelijk wordt. Hierboven kunt u een aantal meldingsopties nog kiezen. Straatnamen voorlezen wil bijvoorbeeld zeggen als u dat aanzet, dan zegt ze steeds bijvoorbeeld linksaf op die en die straat, rechtsaf op die en die straat. Als u dat uitzet, dan zegt ze gewoon linksaf of rechtsaf.
en de route, daar kunt u kiezen voor een snelle route, een zuinige route of een korte route. Het meest verstandige meestal is snelle route. En u kunt hier nog kiezen, bijvoorbeeld bij dynamische route, of het systeem wel of geen rekening houdt of vragen stelt over files die we tegenkomen. En te vermijden opties, dat kent u waarschijnlijk wel, dan kunt u bijvoorbeeld pontjes of tolwegen vermijden. Nou, dit is even een kwestie van doorheen lopen. Nou, dit is eigenlijk even in een vogelvlucht ons navigatiesysteem. Zoals ik al zei, laat ik u nu even wat beelden zien van het augmented reality systeem. Hier ziet u links en rechts de huisnummers geprojecteerd en in het midden boven de weg de straatnaam. Als de verkeerslichtweergave op automatisch staat, zal het augmented reality systeem automatisch de grotocamera starten als u stopt bij een stoplicht. Hierdoor kunt u makkelijk zien of het stoplicht op groen gaat door gewoon op het middelste scherm te kijken. Of dus niet meer te bukken of tegen de zon in te kijken. Ideaal. Tot slot laat ik u even zien dat de kaarten van het MBUX navigatiesysteem zeer gedetailleerd zijn en ook in de grote steden althans voorzien zijn van 3D-animaties. Dat wil zeggen, als je bijvoorbeeld inzoomt op Amsterdam, dan zie je dat de meeste grote gebouwen ook echt in 3D aanwezig zijn, waardoor je heel makkelijk jezelf kunt oriënteren op het moment dat je aan het navigeren bent in de stad. Nou, dat is natuurlijk heel gaaf om te zien. Het demonstreert ook maar weer hoe snel dit systeem werkt. En het maakt het een stuk makkelijker en ook leuker om in een grote stad te navigeren. Zeker leuk om eens mee te spelen als u ergens staat te wachten. Oké, nou dit was tot zover de video over het navigatiesysteem van MBUX. Ik hoop dat u wat geleerd heeft. Ik wens u veel plezier met uw nieuwe Mercedes-Benz en ik wens u een hele fijne dag.